Goed mensen, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vita Beast serie. Wat is Vita Beast nou precies? Dit is bijna hetzelfde, ik durf het gewoon te zeggen, bijna hetzelfde als Tech-It. Niet precies hetzelfde, er zitten meer mods in, het is uitgebreider. En als ik eerlijk mag zijn, het is leuker. Dus je kan hier veel dingen mee, je hebt hier ook tenminste dat energie wat wij gewend zijn met z'n allen. Hier, dit energie, daar zijn we met z'n allen gewoon lekker gewend. En ja, dit is eigenlijk gewoon bijna dus hetzelfde als Vita Beast. Tech-It serie gaat dus niet verder, dat gaat over naar de Vita Beast serie. Dus schrik niet. Ik ga hier gewoon duizenden miljarden episodes mee maken. Ik heb mijn starting tools gegeven. Full iron, een diamond sword en een diamond pickaxe heb ik gegeven. 2 mining turtles kom ik later wel lekker allemaal mee. En een klein setupje. Dit is een generator. Als ik hier wat kool in doe, dan wordt het verbrand. Dat verbrandt daarna energie. Dat powert dus mijn machines hier zo. Kijk, dit is helemaal gepowerd nu. En dit is ook gepowerd. En mijn bedboxes ook. Dus dit slaat het energie op. En daar hou ik van. Als ik hier wat iron ore in doe, dan krijg ik 2 iron ores eruit. Dan wordt het in een electric furnace. En dan komt het zo in mijn chest. Super easy dus. En het werkt. Allereerst wat we vandaag gaan doen is, we gaan gewoon doodnormaal alweer mijnen. Ik heb een speciale wereld uitgekozen. Nou, speciaal is het niet echt. Maar ik heb een aantal wereldjes gekozen. En daar zit een village. Dat weet ik eigenlijk, dat kan je zien. Daar zit een village. Daar zit een vulkaan. En daar zit een bijenkorf. Maar dat boeit me geen ene shit. Maar in ieder geval dat jullie dat wel weten. Dat ik wel deze wereld gewoon heb uitgekozen. En dat ik gewoon vlakbij bij een village wou. En het leukste aan Vita Beast is, vind ik persoonlijk. Er is een mod, wat iedereen geweldig gaat vinden. En dat is genaamd... De Portal Mod is de naam. Jullie kennen allemaal wel Portal. De Portal Gun. Dat zit dus in Minecraft. Hier in deze Vita Beast mod pack. Ik heb de mod pack Vita Beast Ultimate. Omdat ik dacht van, dat is gewoon de allerchillste. Ik bedoel, dus Ultimate zit alles in. Hoppakee, doen we gewoon. Greg Stack zit er niet in, voor de mensen die het weten. Greg Stack maakt alle recipes, dus alles wat je mee maakt, 10.000 keer lastiger. Mijn doel is in deze Vita Beast, ik wil een moeilijke grote industrieterrein maken. En dan gewoon echt overal groot. En dan wil ik uiteindelijk alles apart hebben. Dus dan wil ik een hele super huge farm, wat allemaal automatisch gaat. En eigenlijk wil ik alles wat automatisch gaat. Ik weet natuurlijk niet of het gaat lukken, maar ik heb mijn vertrouwen erin, want dit is gewoon een geweldige serie, wordt het gewoon. Het eerste wat we nodig hebben is, ja, natuurlijk een quarry. Best veel mensen zeggen van, Sam, hack het gewoon terug, want je hebt het ook al eigenlijk in Vita Beast. Nee, want ik ga erop gokken dat ik gewoon diamonds nu snel kan vinden. Daar ga ik gewoon op gokken en ik denk dat het me ook gaat lukken. De texture pack is Sortex. En nu ik dit allemaal heb verteld, dan kunnen we gewoon rustig verder gaan. En er zijn als het goed is geen vragen meer van waarom ik dit zou doen. Oké, wauw. Nou ja, je ziet nu allemaal rare oors tegenkomen. Je ziet bauxite oren en weet ik veel wat. Ik weet ook nog niet 1, 2, 3 waar je dat nodig voor hebt. Maar dat komt allemaal later wel. Dit is koper, wat ik nu zit te mijnen. Nou, koper heb je natuurlijk nodig voor bedrading en zo. Dus dat is wel gewoon allemaal logisch. Maar vooral... Oeh! Oh mijn god, you kidding me. Een mob spawner onder mijn huis. Oh jeez, daar ben ik echt heel blij om. Daar ben ik nou echt heel blij om. Dat wist ik dus ook weer niet. Oké. Wat zit erin? Een string. Redstone, zilver. En kool. Oké. Nou ja, dan gaan we even zo doen. Klippen we op M. Waypoints. Nieuw waypoint. Zombie. Spanner. Zo. Met een smaaltje erachter. En dan doen we het gewoon zwart. Want zombies... Wat? Oh, ja. Ja, het staat als goed is. Kijk, zombie spannen. Oeh, cool. Dat is zeker chill. Gewoon recht onder mijn huis. Daar ben ik wel blij mee. Met diamonds. Kijk, dit is amber. Hebben we ook nog niet nodig. Ik ga alleen nog de ores pakken die ik nodig heb. En dat is tin. Dat is iron. Dat is koper. En ja, dus dat waar ik nodig. Ik ga deze series ook livestreamen. En die livestreams komen waarschijnlijk. Sommige komen op YouTube. Als ik een belangrijk onderdeel ga maken, dan komt dat gewoon op YouTube. Don't worry. Maar als ik bijvoorbeeld mijn huis ga uitbreiden of iets dergelijks, dat hou ik lekker op Twitch. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Klik ook meteen even op het volgknopje bij Twitch. Ik weet dat je natuurlijk nu niet op Twitch zit, maar als je er even gaat kijken. Twitch.tv/Project Minecraft, ja. Neem even een kijkje. En ja. Yeah. What the fuck is dat? Oh, dat is mijn huis. Oh, ik zit onder mijn huis. Ik denk, wat? Dan zit ik nou bij een fortress, maar nee, dat is mijn huis. Dammit. Ik denk dat dit niet zo'n super grote cave is waar ik nu zit. Nee, ik denk dat het een hele klein is. Maakt niet uit, dan gaan we gewoon doorzoeken. Ik bedoel, ja, dat kunnen we gewoon doen. Mijn volgende missie na mijn quarry is lava verzamelen. Want ik zit vlakbij een vulkaan. En die gaat mij, ik denk, best wel heel veel lava geven. Dus dat is ook wat ik ga doen. Ik ga proberen heel veel lava te verzamelen. Dat lava kan je natuurlijk omzetten naar energie. En dan hebben we ontiegelijk veel energie. En dus dat is ook gewoon één punt wat ik, waar ik voor ga. Kan ik hier naar beneden misschien? Nee, hier kom ik, dat is de zombie spawner, hè? Ja. Ik hoop dat dit dan naar beneden gaat. Ik hoor het. Hallo? Zijn die buddy daar? Underground? Kijk, deze dingen zijn ook wel handig om mee te nemen. Want zoals jullie weten, en voor de mensen die het niet weten, er zit Thorncraft zit erin. Foamcraft heb ik ooit een keer gespeeld. Dat zat in een Jokbox, dacht ik. Hele tijd geleden. Het is nu al zo groot geworden. En Thorncraft is serieus leuk. Thorncraft houdt in dat je heel veel met magie aan de gang gaat. Je wordt eigenlijk een soort wizard. Dus je kan eigenlijk kiezen wat voor richting je op gaat. Je kan heel de industrieterrein ingaan of je kan een hele mage worden. Ik ga gewoon lekker alle twee doen. Ik ga gewoon af en toe afwisselen, want dat lijkt mij het leukst. Ene keer mage, ene keer bouwen en ene keer dit. Alleen daar ga ik wel een apart gebouw op maken, don't worry. Ik zie daar een hele grote kloof hier in het zuiden. Dus ik denk dat ik daar even naartoe ga. En dan ga ik meteen even kijken bij die village. Ik hoop dat er een portal gun zit. Oh, als ik, mijn god, als ik een portal gun zo vroeg in het spel vind, hè. Oh, wacht, hier kan ik ook gewoon even kijken. Eigenwijze Sam, hier zo. Oh, kijk, ja, dit zoek ik, dit zoek ik. Dit is tin als het goed is. Kijk, tin, dat hebben we veel nodig. Tin is... ja, best wel heel erg handig in het spel. Dus zodra je tin ziet, lekker meenemen, lekker bewaren. En ik ga toch, ik ben eigenwijs en ik ga kijken wat hier beneden is. Als het dood loopt, ja, dan ben ik screwed. Maar ik denk, ja, het loopt dood. Dit loopt dood, maar ik zie daar zilver. En als we hier naar het noorden gaan, of naar het zuiden, komen we wel bij een cave. Dus dat is wat ik even ga doen. Ik spring hier even naartoe, hoppakee, en dan pakken we even die zilver het oor. Zo, en dan gaan we hier gewoon naar het noorden. En als het goed is, moeten we meteen een cave aantikken. Een beetje omhoog misschien. Ja, kijk, dat bedoel ik. Meteen een cave aangetikt. Er zit een monster hier, maar die killen we gewoon even makkelijk. Daar is nog meer tin. Ga ik meteen even pakken. Oeh, wauw, creeper. Stay away, man. Wow, oké, dat was een hele close. Was ik bijna dood gegaan, wauw. Oké, maar we zijn niet helemaal dood gegaan. Niet helemaal... Wauw, moet je... Kijken dan! Hoeveel ores hier zitten. Ontiegelijk gaaf. Dat zijn geen diamonds, dat zijn sapphires, jongens. Sapphires, rubies en zo zijn moeilijk nice en ook super zeldzaam. Kan je dikke tools mee maken. Nou, zeldzaam zijn ze niet echt, maar je kan er wel dikke tools mee maken. Wat best wel heel erg gunstig is. Even kijken. Kijk, dat zijn geen diamonds. Dus ga niet zeuren van... oh mijn god, Sam, je mist diamonds. Nee, dit zijn gewoon sapphires. Net zo sterk als het goed is als diamonds. Denk ik. Durf ik niet eerlijk te zeggen, maar ik denk het wel. Hier, dit. Sapphire. Bam, hoppakee. Hebben we ervoor. In één keer. Even kijken. Wauw, moet je dit gangenstelsel zien in mijn minimap. Dat is echt extreem groot, man. Wauw. Nou, ik denk dat we in ieder geval genoeg iron gaan vinden. Want ik heb nu al 24, daar het dubbele van. Dus dat is wel super chill. Kijken of ik daar wat vind. Ik vind daar geen diamonds. Dan gaan we gewoon hier naar boven. Ik neem dit denk ik wel even met die sapphires. En dan kan je toch... Van die sapphires en zo kan je super chille tools maken. Het is net zo sterk als diamond. En het ziet er fancy uit. Want je krijgt bijvoorbeeld een blauw zwaard. Of een rood zwaard kan je kiezen. Die rode daar, dat zijn rubies. Kom ik alleen nu niet 1, 2, 3 bij. Dus die bewaar ik daar gewoon even. En je hebt hier geen condenser ook, jongens. Dus... don't worry about that. We zitten op niveau 14. Kunnen we nog een tikkie lager eigenlijk, hè? Vind ik in ieder geval. Nou, maakt niet uit. We gaan gewoon even hier naartoe. Oh, shit. Ik denk zomaar dat er een zombie op mijn hoofd valt. En dan val ik zo het laag vind. Ik zie het al gebeuren. No zombie, you no kill. Oeh, skeleton. En ik zie redstone. Dat hebben we ook best wel heel erg nodig. Daar ben ik ook wel blij om. En dat is geen diamonds. Dit is nickelite. Hebben we ook nog niet nodig. Sam, waarom neem je het gewoon niet mee dan? Ja, heb ik al verteld. Ik ga niet allemaal troep meenemen, want mijn bags raken anders echt super vol. En als ik dan dood ga, dan raak ik serieus alles kwijt. Ik kan beter naar beneden gaan als ik wat nodig heb. Dat vind ik in ieder geval handiger. En later komt dat buffertje wel. Later als ik mijn quarry heb, dan haalt het automatisch allemaal binnen. Maar anders vind ik het gewoon te zonde om alles mee te nemen. En als ik dood ben, is alles kwijt. En dat vind ik echt heel erg zonde. Dus daarom pak ik het lekker zo aan. Is misschien wel een tip wat jullie ook mee kunnen nemen. Oké, dat ding hoef ik nog niet echt. Dus een beetje, ik probeer eerst gewoon een makkelijke... Ontplof mij, hè. Makkelijke ores te krijgen. Zoals dit. En niet al te veel moeite voor hoef te doen. Wauw, oké, dat is scary. Oeh, jeez. Ja. Kijk, ik heb emeralds. Dus dit heet emerald. Green sapphire, sorry. Het heette eerst emerald, dacht ik. Zo, hé. Ik verstik bijna in mijn eigen woorden. Wauw, oké. Even kijken wat hier daarboven is. Want anders ga ik gewoon hier naar het noorden. Oh. Ik spring automatisch. Dat is heel fijn. Dat doe ik ook soms. Boing, boing, boing. Ja, nou. Ik ga hier gewoon naar het noorden en kijken wat ik daar kan vinden. Ik bedoel, als ik hier naar het noorden ga, dan gaat het wel automatisch. En ik heb als het goed is ook een waypoint neergezet waar staat zombie spawnen. En boven dat is mijn huis. Dus ik kan in principe al niet meer mijn huis kwijtraken. Behalve als mijn Vita Beast crasht en alles mijn computer ontploft of zo. Dan ben ik het inderdaad kwijt. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, hoop ik. Hoi zombie. Hoi. I kill you right now. And you give me diamonds. Nee, want ik zit in niveau te hoog. Oh, ik heb al hier. En ik heb al bijna 1 stek kool. Wat mij heel veel energie gaat opleveren. Daar ben ik ook heel blij mee. Kool is... heb je best veel nodig voor generators. Hoe meer kool je hebt, hoe meer energie je krijgt. En je wilt gewoon in Vita Beast heel veel energie krijgen. Omdat het gewoon... toch wel een van de belangrijkste dingen is. Ik ga even later een power suit maken. Wat die power suit gaat doen... Dat is eigenlijk een pickaxe, een armor, een shovel, een axe, een leafblower. Alles in één. Zit gewoon in de power suit. Kom ik lekker later mee wat het nou precies allemaal is. Ga ik nu niet uitleggen, maar dat ding vreet energie. En dat is best wel vet om te hebben. Maar ja. Diamonds. Nog steeds op zoek naar diamonds. Misschien moet ik een diamond bit doen. Moet ik het doen? Diamonds. Oké, kijk of het geholpen heeft. Zilver hebben we nog niet echt nodig. Heeft niet geholpen, jongens. Ook al is daar in het noorden is echt extreem veel. Dus kijk, daar in het noorden is echt superveel. Het beste wat ik hier kan doen is deze cave ingang gaan. En dan naar rechts. Of links bedoel ik, sorry. Ja, deze kant. En dan kan ik hier... Gaat deze omlaag? Oh, deze gaat omlaag. Misschien kom ik dan wel automatisch in een andere cave. Oh, shit. Loopt automatisch ineens. Dan is het beste wat ik nu kan doen is hier omlaag. En kijken waar we uitkomen. Ik hoop dat we ergens goed uitkomen. Oeh, kijk, sapphire. Kijk, daar ben ik blij om. Het zijn geen diamond, jongens. Het zijn sapphires. En wat dit is, dat is een kristal wat je damage doet. Dus dat is ook echt super belangrijk. Ik zie daar echt helemaal in het noorden een super groot gangenstelsel. Daar wil ik ook naartoe. En als ik straks terugkom met geen diamonds in mijn hand... Dan gaan we toch gewoon lekker met mijn mining tools aan de slag. Ik bedoel, mijn mining tools zijn ook OP. Hoop ik, deze dan. En die kunnen best wel goed werk leveren. Dus dat is geen enkel probleem. Dat kunnen mijn mining tools. Ik denk dat ik gewoon het omhoog moet. Ik denk, hij springt het automatisch. Wauw. Ik weet niet of dat mijn toetsenbord is of aan Vita Beast ligt. Ik denk aan Vita Beast. Kijk, hoppakee. Daar zijn we dan. En we komen meteen recht voor tin. Super chill. En dan gaan we nu gewoon richting het noorden. Dus een beehive heb ik nog niet echt veel aan. Kan ik later wel leuk doen, want je kan ook een backpack en zo maken. Oh, ik kom helemaal ergens anders uit. Dit neem ik ook wel mee. Dus chill. Geef me ook heel veel... Ik bedoel, jongens, ik ben vandaag pas begonnen. Hè? En ik ben al level 17. Ik bedoel, zie hoe snel dat gaat. Dat gaat super snel. We kunnen super chill enchanten. En dat is ook wat ik meteen voor ga. Zodra ik diamonds heb en ik heb diamonds over, enchantment table, scoren, bam, enchants erop zetten. Dus, want je hebt super zieke enchants. Ik kan het misschien wel even laten zien. Boek. Nee. Ik wil laten zien hoeveel enchants. Je hebt echt ontiegelijk ziek veel enchants in het spel. Ben ik er nou voorbij al gegaan? Where are you? Where are you? Where are you now? Nou, hij staat er niet tussen, helaas. Je hebt in ieder geval echt 20.000.000 enchants. Je hebt echt superveel. Echt super ontiegelijk veel. Dit ziet er wel uit als een diamond cave. Heel veel ore, lekker veel iron. Daar ben ik blij mee. En zo niet, dan gaan we gewoon lekker met Minecraft aan de gang doen. Want dat is ook gewoon super chill. En net als de alle vorige Tacket afleveringen. Op zoek naar de diamonds, hè jongens.